Yeah!
Het is rond de klok van 4:15. Ja. En heel langzaam pakken zich donkere wolken boven ons. Letterlijk en figuurlijk, ja. Nou ja, dit soort wedstrijden zou de aanleiding moeten zijn om wat meer aansluiting te vinden. En ja, het zat er niet in, denk ik, vandaag. Als je kijkt hoe we vanuit dode spelmomenten weer 2 tegengoals krijgen, dan kan je... Kan je voetballen wat je wil, opbouwen wat je wil, aanvallen wat je wil. Maar dan is het lastig voetballen. Want de eerste helft, ik kan me geen echte kans voor onszelf herinneren. Nee, dat klopt. Zij verdedigden heel compact. En wij speelden in een heel traag baltempo. Slordig. Zeg ik het goed als Michael Tutu je gevaarlijkste aanvaller was? Ja, klopt. Heb je gelijk in. Vond ik heel, heel matig. Jeffrey was ook heel slordig in het begin, de eerste 20 minuten. Ik vond daarna pakten we het wel beter op, ook omdat we de bal sneller rond lieten gaan. En zij als blok minder snel dat konden kantelen. En wij vanaf met name de linkerkant en met Michael vanaf de rechterkant wel wat gevaarlijker doorkwamen met voorzetten. Maar die dan niet aankwamen. Ja, en dan weet je dat HZVV erg gevaarlijk is in die counter, in de omschakeling. Ja. En dat is vandaag gebleken. Dat hebben we vandaag ook gezien. Want de tweede helft toon je wel karakter. Komt goed terug naar 2-1. Ja. Maar dan net, hè? Het kwartje. We hebben het de vorige week over gehad. Ja,
Nou ja, dat is dan een keuze. Kijk, op het moment dat, dat je daar rand 16 de bal verliest. Hè, Tom die een bal breed wil leggen op Niels en die bal wordt onderschept. En je krijgt een ondertal situatie. En één die grijpt verkeerd en een ander die moet een keuze maken. En die maakt, ja, of hij wel of niet een goede keuze maakt, blijkbaar achteraf dus niet. Ja, dan is het een 3 tegen 1 situatie en dat spelen ze goed uit. Maar ja, wat je zegt, je neemt wat meer risico. Je probeert wat te forceren en dan ontstaan er ruimtes. En daar is HZVV vandaag blijkbaar erg gevaarlijk in geweest. Ja.